We zijn helemaal versteld. Dat hadden we nooit verwacht. We dachten misschien haal je een keer een paar duizend euro op. Dat zou super mooi zijn. Buurjongens en beste vrienden Evan Hilhorst en Bram ten Dolle uit Geesteren gaan eind april van de Achterhoek naar het Belgische Antwerpen fietsen voor het goede doel. De 19-jarige Evan verloor een half jaar geleden zijn moeder aan een hersentumor en wil nu zoveel mogelijk geld inzamelen voor de bestrijding van kanker via KWF. Inmiddels staat de teller al bijna op 50.000 euro. De ziekte komt zo vaak voor. Het is een verschrikkelijke ziekte. En we willen daar graag iets voor doen, zeg maar. En met de achterliggende gedachte natuurlijk ook. Met mijn moeder die een tijdje geleden overleden is aan een hersentumor. De vrienden willen in één dag van Geesteren naar de Belgische havenplaats fietsen. Een tocht van meer dan 200 kilometer. Op een zaterdagavond met een biertje erbij kwamen we op het idee, wat nou als we gewoon een fietsdag organiseren van de Achterhoek naar Antwerpen. Brussel was net iets te ver voor ons, dus Antwerpen is een mooie stad. En het klinkt ook goed, Achterhoek Antwerpen. Ook het zusje van Evan, Marit, draagt een steentje bij aan de inzamelingsactie. Zij gaat met de beste vriendin van hun moeder, waarmee ze altijd hard liep, een halve marathon lopen om geld bij elkaar te krijgen. Mooi om te zien dat ook zij mee wil doen aan de actie. En zo zijn we één team eigenlijk samen, dus dat is heel mooi om te zien. De teller van de actie loopt al aardig op. Bijna 3000 mensen hebben een donatie gedaan en het bedrag gaat richting de 50.000 euro. Na de eerste dag hadden we 15.000 euro opgehaald. Inmiddels bijna 3000 donaties. Het gaat zo bizar hard. Het is iets wat in het algemeen heel veel speelt op de wereld, kanker. Dus het is een vreselijke ziekte. En dan doet het goed dat mensen je zo steunen. Mensen die je niet kent. Of zelf met ideeën komen om geld op te halen. Dus dat doet ons enorm goed. Op vrijdagochtend 28 april is het zover. Dan gaan Evan en Bram 's ochtends vroeg op pad. Ik denk dat de key eigenlijk ligt bij niet nadenken en gewoon doen. Ja, eigenlijk iets wat in het Achterhoeks vaak gebeurt. Gewoon doen. Niet lullen, maar poetsen. En zou je dan zeggen dat je er klaar voor bent voor die fietstocht? Ja, absoluut. Voor mij mag die nu beginnen.